Aan het begin van de ochtend in Australië vertrokken een paar vliegtuigen om te zoeken naar vlucht MH370. Maar enkele uren later werd de operatie alweer afgeblazen. 11 vliegtuigen en 5 schepen zouden vandaag meedoen aan de zoektocht. Maar om de reddingswerkers niet in gevaar te brengen, gaat dat nu niet door. Het waait hard in het gebied en door laaghangende bewolking en zware regen is het zicht er beperkt.